wedstrijd eigenlijk gelopen. Lang en ten hove te ver uit zijn doel. Lang ziet dat en aha, dit is misschien wel de mooiste vanavond. En zo bekroont Lang een sterke wedstrijd met een fantastische goal. De fout van de doelman van Dordrecht wordt zo afgestraft door Noah Lang. Ten hove, ja, ik weet dat hij eigenlijk verkocht is zo. En dit is fantastisch afgemaakt door Lang. Zie je, daarachter. De man die dat uitstekend doet, zeg. Wat een geweldig. En geen buitenspel. Eerst met het hoofd en nu met het uitgeschoven linkerbeen. Tagliafico. En zo half zwevend hier van de grond met het linkerbeen dat daar nog blijft hangen om op het juiste moment de bal te raken. Echt een technisch knappe goal. Ajax wil de bal domineren. Valencia hoeft die bal niet. Hier is een geweldige goal van Ziyech. Sillissen verrast. Ziyech haalt uit. Vol geraakt. Die bal draait over Sillissen heen in de verre hoek, die daar ook nooit op heeft gerekend natuurlijk. Uit die hoek, van die afstand. Dames en heren, mag ik u presenteren, Hakim Ziyech! Ziyech, had hij hem niet kunnen geven aan Tadic? Hij geeft hem aan Promes en wij zitten weer in! Oh, het is Tita Tovenaar. Ziyech is een tovenaar. Het is echt, het is heus, het is raar maar waar. Het is een Tita Tovenaar en hij geeft hem weer aan Promes. Dit is de shuffle Ziyech Quincy. Ziyech. Even het shirtje gehouden door Meijers. Prachtig neergelegd. De voorsprong is er voor Ajax in de 15e minuut. Wat Meijers ook probeerde. Hier heeft hij het balbezit. Dan probeert echt Meijers van alles. Maar een prachtige afronding. Schitterende goal. Hakim Ziyech. De 1-0 voor Ajax. Timber. Quinten Timber. Castillo. Dit combineren gaat Jong Ajax prima af. Hansen, wat een geweldige aanval. Schitterend. De blijdschap bij Brobbey. En de blijdschap bij iedereen van Jong Ajax. Want dit is een goal om je vingers bij af te likken. Kunnen ze omgaan met kleine ruimtes? Zijn ze behendig? Hier het antwoord. Hier kun je alleen maar bewondering voor hebben. Dan Ajax weer met de invallers. Xavi Woudstra kijkt, schiet. Oh, wat een doelpunt. Geweldig. Schitterend zien ook Kenneth Taylor en collega's. A la Lasse Schöne spettert de bal onderkant lat. En Reiziger stuurt nu die Van Rits weg om hetzelfde te gaan doen. Reiziger! En Ajax is door. Kwartfinale. Wat een helder rol voor Daan Reiziger. Hij doet het. Hij stopt drie penalties en schiet Ajax naar de kwartfinale van de Youth League. En kijk die ontlading. Hij doet het voor Ajax met een geweldige penalty. Dat moet ook gezegd worden.